Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verhuisshop Schagen en Vema Autoverhuur. Alles voor een zorgeloze verhuizing. Duurzaamheid staat bij ons in het land hoog in het vaandel, maar hoe duurzaam zijn we eigenlijk? We lezen erover, we horen er op de radio over, in tal van televisieprogramma's wordt erover gesproken. Maar wat doen wij om ervoor te zorgen dat deze planeet ook voor andere generaties achter ons bewoonbaar blijft? We gaan even als voor straatpraat de markt op om te horen hoe duurzaam men hier is. Wat doe jij aan duurzaamheid? Oei, dat is een hele moeilijke vraag. Ik probeer in ieder geval zoveel mogelijk op de fiets ergens naartoe te gaan of te wandelen als dat mogelijk is. Ik probeer zoveel mogelijk eten uit eigen tuin te halen. Dus ik heb een klein moestuintje en daar heb ik heel veel plezier mee. Een beetje toch wel rustig aankijken voor de natuur. Plastic verzamelen, apart houden en dat soort zaken wel scheiden van wat de gemeente zelf ook graag wil natuurlijk. Nou ja, zoveel mogelijk proberen alles te recyclen en met elektriciteit rekening houden met je lampen. Nou, zo kan ik niet zo durven zeggen. Wat minder auto rijden. Nou ja, ik reed vroeger 40.000 km per jaar en dan maar 5.000, dus dat schiet al lekker op. Zoveel mogelijk maar. Niet, eigenlijk niet bewust. Oh, niet veel. Moet ik heel eerlijk bekennen. Weet je, wat een moeilijke vraag hebben jullie toch altijd? Ik scheid wel mijn afval. En ik probeer voorzichtig te zijn met water. Maar ik denk dat het daar dan ook wel mee stopt. Daar valt ook het scheiden van het afval onder, zeker. Ja, ik ben er heel erg streng in. Tot het vervelende aan toe. Het levert ook wat op en het is gezond. Ik weet dat het puur is, dus dat is helemaal oké. Licht er altijd uit. Als je de kamer verlaat of de ruimte, probeer af en toe wat meer de fiets te nemen. Ik probeer alle afval te verzamelen en te composteren en dat breng ik dan weer terug. En we splitsen natuurlijk ons afval. En zonnepanelen? Nee, nog niet. Wel isolatie, dubbel glas, muurisolatie, maar zonnepanelen nog niet. Verder probeer ik zoveel mogelijk thuis op te letten. Bijvoorbeeld dat ik niet altijd de lichten aan heb, de verwarming een beetje terugdraaien. Maar dat soort kleine dingetjes. Het is klein, maar ik denk alles helpt. Elektrisch koken? Nee, we blijven lekker op gas koken. Ik vind het echte vuur nog steeds een goede manier om daar op je eten te verwarmen. Ik zou het niet weten. Jo vervalt me met deze vraag. De kachel, de thermostaat een paar graadjes lager hebben. Dat we dus sneller thuis een trui aantrekken als het wat frisser wordt. Dat we letten op het watergebruik. Dat we dus niet nodeloos kranen laten lopen. Soms een beetje korter douchen. Nou, dat soort dingen.